Terwijl we hier langs Game Sensors grote vriendelijke reus staan, staan wij. Nieuwe op, mate. Staan we bij een toepasselijke game. Je ziet het niet. Shadow Warrior 2. Yeah. Hebben wij lekker even mogen spelen vanmiddag. Echt wel. Heb jij deel 1 wel eens gespeeld? Nee, ik heb deel 1 zelf nooit gespeeld. Oké, dan hou maar op dan. Nee, ik heb hem wel gespeeld. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat vind jij, aangezien jij hem nog nooit gespeeld hebt, wat vind jij van het concept van Shadow Warrior? Nou, zoals je hem nu hebt ervaren. Zoals ik hem nu heb ervaren, dus puur alleen Shadow Warrior 2. Ja. Ik vond het een toffe high-paced game. Ja. Want je kunt met je katana rondrennen. En je kunt dubbel jumpen, je kunt dashen, je kunt springen, rollen. En daardoor krijg je een hele dynamische combat. Ja. Waardoor je constant vanuit een andere hoek op je enemy afkomt. En het is niet alleen met katana's. Er zit ook een dikke vette kettingzaag in, die heel cool is. Ja, ja, een heel legio aan wapens eigenlijk. Ja. En dat maakt in dit geval Shadow Warrior al een heel stuk anders. Shadow Warrior 2 dan zijn voorganger. Want ook het dev-team heeft al wel aangegeven dat ze wel heel veel feedback hebben gekregen over de eerste Shadow Warrior. Dat het een beetje repetitief was en dat het meer op een gegeven moment zijn kicks moest halen uit de constante woordgrappen natuurlijk van Lo Wang. Want heel veel Wang-jokes. Wang-jokes, ja. Je kent. Ik heb even Crash Course Wang-jokes. Ja, you wanna see my Wang en dat soort dingen. Nee, maar dat is er een beetje uit. We hebben samen met elkaar hebben kunnen spelen in co-op modus. Ja. En wat eigenlijk al wel meteen opviel is dat het wat minder lineair is geworden. Het is wat opener geworden. Je hebt echt een pak ton aan wapens, heb je gehoord. Die gaan eigenlijk van klassieke samurai wapens naar hele moderne varianten. Ja, ja, dikke dual-wield Uzi, ja, om er iets te noemen. Precies. En ze hebben eigenlijk ook... kun je verschillende runes verzamelen en je kunt dan ieder wapen kun je van een rune voorzien. Waardoor dat ze bijvoorbeeld fire abilities krijgen of shock abilities of freeze abilities. Waardoor dat je ook wat meer variatie kreeg in het aantal vijanden of het soort vijanden. Want ja, je moest dan eigenlijk... Ja, alle vijanden die je tegenkwam, die hadden een bepaalde resistance tegen iets. De ene was resistant tegen toxic, de andere tegen vuur, de andere tegen ijs. En dus loop je constant te cyclen tussen je wapens, ja, om te zorgen dat jij het juiste wapen hebt om maximaal damage te doen. Ja. Want ik moet wel zeggen, een aantal van de enemies die ertussen zaten, als die je klappen, ja, dan klappen ze je goed. Ja, dat hebben we gemerkt, ja. Ja. Het is wel zo, wanneer de game exact uitkomt, dat durven ze nog niet te zeggen. Nee, het dat wordt weten we ergens helaas in 2017, ja, zal het worden. En dat het zal ook niet waarschijnlijk op alle drie de systemen tegelijk uitkomen. Het zal beginnen met een PC-versie. Wij hebben de PC-versie gespeeld. En daarna zal het misschien ook wel naar de consoles naar gaan komen, maar dat zal dan wel wat later zijn. Ja. Ik vond het in ieder geval een hele stap voorwaarts wat het team heeft gemaakt met Shadow Warrior 2. En ik kan niet wachten om er meer van te zien. En ik denk dat jij ook wel aardig bent. Ik ben eigenlijk best wel... was best wel verrast door de game. Ik heb nog nooit Shadow Warrior gespeeld, maar gewoon het vloeiende van de combat. Ja. En, mag ook even gezegd worden, hij zag er grafisch ook ontzettend mooi uit. Heel erg gaaf, ja. Heel cool. Ik heb gewoon zin om hem aan te schaffen en te spelen als hij uitkomt. Komt hartstikke goed. En volgens mij vindt hij dat ook. Hij vindt dat ook wel tof.